ontstaan ook wel eens ruzies. De eerste twee nachten waren het zwaarst. Toen heb ik bijna niet geslapen. Ome Joop's Tourjournaal. Op de derde dag van Ome Joop's Tour fietsen de kinderen maar liefst 32 kilometer naar de Achterhoek. Op het Ru Industriepark in Ulft staan er allerlei activiteiten gepland. De sfeer zit er vandaag goed in, maar dat was de afgelopen dagen af en toe wel anders. De eerste twee dagen waren heftig. Soms wel wat ruzies, maar werd wel snel opgelost. Er gebeurde links en rechts wat reboot en veel lawaai met naar bed gaan 's avonds. En ook op de gang ontstaan er ruzies. Heb jij ook al een keer ruzie gehad? Ja, ik heb al een keer ruzie gehad. Ja, en uiteindelijk moeten ook kinderen het rust kunnen krijgen. Dus we hebben uitgelegd ook van, weet je, als je onuitgerust op de fiets zit, ja, dan val je straks, dan krijg je valpartijen, dat willen we niet. Dus daar moet verandering in komen. Nou, en dat is heel duidelijk meegegeven. Ik ben zelfs uiteindelijk met die persoon hele goede vrienden geworden. Wat goed. Gelukkig is de lucht inmiddels geklaard en voert plezier weer de boventoon. De kinderen worden vandaag in drie groepen verdeeld en roleren elk uur. Zo staat er een boottochtje op het programma. En zometeen een boottochtje, een beetje zin in? Ja, dat wel. Klinkt niet heel enthousiast. Ja, maar ik heb er wel zin in. Wordt er gespeeld met technologie? In zo'n droom besturen, is dat nou moeilijk? Ja, via toetsenbord is het wel weer redelijk moeilijk, want je moet eerst even goed gaan wennen juist eraan. Had je er al ervaring mee? Met droomvliegen wel, alleen via toetsenbord nog niet. En worden de kinderen flink afgemat met allerlei sportactiviteiten. Wat is precies de bedoeling? Parcours, fietsen. En dan moet je een balletje pakken en dan moet je naar de andere kant fietsen. En het gaat om de tijd. Wie het snelst is? Ja. En dan moet je ook over zo'n plank heen fietsen? Ja, dat vond ik heel eng, dus ik ben maar overheen gegaan. Hoezo vind je dat eng? Ik weet niet, maar ik had gewoon, ik durf niet te vallen. Dus eigenlijk, en ik kan niet springen op mijn fiets, dat vind ik echt heel eng. En jij? Ik heb het wel gedaan, ik vond het niet eng. Vanavond staat er een bingo op het programma. Maar voor het zover is, eerst nog even 32 kilometer terug. Jij vindt het een beetje zwaar? Ja. Hoezo? Omdat je heel lang moet fietsen. Het is best wel zwaar, maar het is wel leuk.